Bos aan de Maas. 3, 2, 1. Het Luxor Theater in Rotterdam heeft komend theaterseizoen het grootste musical aanbod van alle theaters in heel Nederland. Onder andere de Addams Family, Sofie the Musical, All Stars en nog veel meer. Genoeg reden dus om een groot kick-off event te organiseren met alle hoofdrolspelers van alle 14 musical producties. Kom hier even kijken. Maaike, welkom in Luxor Theater. Ja, dankjewel. Je hebt hier in december volgens mij ook al mogen staan met een soort workshop van Sof. Hoe is dat gegaan? Ja, dat was wel heel bijzonder. Dat was in een galerijhal hierachter bij het Filmmuseum. Maar wel georganiseerd door het Luxor Theater. Heel bijzonder, een heel bijzondere plek. Ook heel gaaf dat het Luxor dat dan organiseert op die plek. Ja, te gek om dat te mogen uitproberen daar. Ja. Voelt je je niet een beetje een Broadway of een West End ster op dat moment? Omdat dat is dus iets wat in New York altijd wordt gedaan. In Chicago of... Wij Nederlanders zijn dat niet zo gewend natuurlijk. Het was wat dat betreft dan ook heel erg spannend. We wisten ook niet precies, ja, gaan we dan heel veel repeteren of gaan we dan heel veel spelen? En het was een soort mix van alles geworden. Daar hebben we allemaal heel erg veel van geleerd. Wat de bedoeling was natuurlijk. Wat heb jij bijvoorbeeld kunnen leren daarvan? Nou, ik heb wel heel veel inzicht gekregen in wat het personage inhoudt. Natuurlijk als je de film hebt gezien, dat helpt. En je hebt het script gelezen, dat helpt. Maar dan ga je het spelen al voor publiek. En dat kan ik straks natuurlijk allemaal meenemen als we dan voor het echt hier gaan repeteren en echt de première doen. Ja, dat helpt gewoon. Het is gewoon heel fijn dat je al weet van, oké, ja, daar kan ik die kant op en daar die kant. En ja, dat kan je gewoon allemaal meenemen. Het is zo bijzonder omdat die man natuurlijk met een enorm dilemma zit. Zijn bedrijf is bijna failliet en hij maakt gekke sprongen daardoor. Dingen waar hij natuurlijk niet trots op is. En waar hij slapeloze nachten van heeft. En dat is natuurlijk altijd mooi om zo iemand te spelen. En er zit ook de rol waarvan ik ongeveer een jaar geleden in de krant van kon lezen. Ik wil nog één keer een hoofdrol spelen. Nee, dat was niet deze rol. Okay. En dat is weer iets anders. Maar dat is weer voor... Seizoen daarna. Ja. Okay. En was dit een rol die ergens op uw lijstje stond? Nee, ik heb niet echt lijstjes, maar... Als je nu hoorde dat hij kwam, ja, weer kwam. Als ik een aanbod krijg, dan kijk ik eerst eens wat houdt die rol in. En is dat mooi om te spelen? En ja, dit vond ik toch wel zo'n rol. Kijk, Herman Heijmans, zegt de jeugd misschien niks, maar dat is gewoon onze William Shakespeare. Die het stuk Op Hoop van Zegen is het meest gespeelde stuk in het buitenland. Het is in Amerika geweest, Engeland. Het is over de hele wereld is dit stuk gespeeld. Ah, ja, er ligt wel een beetje druk op ons. Want ja. De voorganger hiervan, de marathon, was natuurlijk wel echt een succes. Dus dat moeten wij nu ook gaan evenaren. En hoe gaan we dat doen? Nou, ik denk gewoon door gaan ons... We dat, doen? Dat zal ik je vertellen, Jasper. Ja. Ik neem jou wel een beetje onder mijn hoede. Ja, dit en we gaan vooral gewoon ons stinkende best doen natuurlijk. Ja. Maar ik heb Jasper afgelopen vrijdagavond op een podium zien staan met zijn band. Ah, ja. Het is echt hij hoort thuis op de bühne. Hoe is het voor jou als opkomend musicalster om in een musical te mogen meespelen? Ja, dat is echt super gaaf. Ja, dat is echt een van mijn grootste dromen en hij is uitgekomen. Dus ik vind het echt super cool. En naast jou zie ik een soort bomenmonster staan. Wat kan jij leren van hem? Heel veel, want hij is heel goed en nou, ik denk heel veel, ja. Diederik, jij hebt ook al het afgelopen seizoen meegespeeld in de Efteling. Ja. Nu door het land, hoe is dat? Ja, daar heb ik heel veel zin in. Deze voorstelling heeft in de Efteling echt duizenden kinderen een ontzettende mooie dag bezorgd. En we hebben echt van heel dichtbij kunnen zien hoe bijzonder het verhaal is, hoe sprookjesachtig. En we willen dat dolgraag aan alle kinderen in het land brengen. Ik ben er in oktober weer bij en ik hoop jullie dan weer te spreken. This is my first visit to Rotterdam and it's beautiful. We love the architecture and the cube buildings. We've seen some beautiful things so far. So yeah, really excited to come back in December and spend some proper time here.
And Oliver, you both did the tour during in the West End as well, and you did a European tour. Yes. You played also in Belgium. How was that? Yes. So we did, when we first started, we did the West End cast. So we were in the London Palladium together. Yeah. Then we went on an international and UK tour, and we did Antwerp. We were in Antwerp, which was lovely, and we visited around here for a few days with Frank, our producers. So it'll be really nice to come back because we've both had a nice little break, haven't we? We did it for 2 years, had a little break while it's in China, while we did some other things. We're going to come back, and I think we're both really excited to be back here. It's very hospitality is fantastic around here, so we're really looking forward to it. En ik hoorde net je ook iets zeggen van dat je ook gaat koken tijdens de voorstelling en dat je dat voor de hele zaal gaat doen. Ja, ik ga koken op het podium. Wat heel uniek is in de musical, dat gedaan wordt en dat mensen dus ook gewoon echt hapjes krijgen. Maar stel ik kom naar de voorstelling, hoef ik daarvoor ook niet te eten? Nee, het zijn wel echt gewoon hapjes, dus je moet wel van tevoren moet je wel gewoon eten. Okay. Maar het is wel een hele slimme vraag trouwens. Dat vroeg mijn vader ook toen hij naar de workshop ging. Hoezo, ik hoef toch niet te eten? Nee, je krijgt gewoon hapjes, maar je ziet het wel voor je neus bereid worden. Hè? Je kan ook plaatsen of kaarten kopen voor plaatsen op het podium, dus dan zit je er echt gewoon mee in. Je zit er bovenop, je zit mee in de keuken. Maar ook zelfs als je achter in de zaal zit, krijg je in ieder geval nog twee hapjes voorbij komen. Wat, ja, dat is gewoon een extra ding. Dus je ruikt het vooral ook, denk ik. Hè, het is een hele belevenis. Het is niet alleen maar achterover zitten en kijken naar een voorstelling, maar het is gewoon er mee in zitten. Nou, dat smaakt naar meer. Ik ben benieuwd. Ja, een goeie. Ja. Kom maar hier, even kijken.